Feiten liegen niet, mensen wel, scanderen de fans voor de deur van het VPRO-gebouw. Ze willen dat de kijkers niet geloven wat er in de documentaire wordt gezegd. He told me if they ever found out what we were doing, he and I would go to jail for the rest of our lives. Ik heb de documentaire gezien en ik weet dat het onzin is. Ik heb er naar gekeken en ik heb daar mijn eigen conclusies uit kunnen trekken. En ik weet, het is gewoon leugens. 10 jaar is onderzocht aan Michael's adres, zeg maar, van door de FBI. Er is 10 jaar onderzoek geweest. Er is niks gevonden van bewijzen. Directeur Van der Meulen van de VPRO kwam aan de fans uitleggen waarom hij de film uitzendt. Jullie pleiten ervoor om het niet uit te zenden, of ben je gewoon, eigenlijk vind je, ben je bezorgd over? Bezorgd van dat de mensen dat verhaal gaan geloven wat niks van waarde is. Die documentaire is vertoond op Sundance, hè, 1,5 maand geleden. We hebben toch 130 landen gezegd, die documentaire is zo relevant dat we hem willen uitzenden. Omdat het zo'n indringende blik geeft op seksuele handeling of seksueel misbruik van jongens. Dat is eigenlijk zijn invalshoek geweest. Maar dat is niet zijn invalshoek. Zijn invalshoek is geld. Het gaat over een onderwerp dat universeel is en dat heeft niet te maken met of Michael goed of slecht was. Het is belangrijk om dat onderwerp te bespreken en ik denk dat hij daar geslaagd, wat ik hoor is hij daarin geslaagd. De hele documentaire duurt vanavond maar liefst 4 uur.